Dag moestuinvrienden, hartelijk welkom op de eerste aflevering van Tom's Moestuin 2016. Ik wil iedereen bedanken die het vorige seizoen gezien heeft, 2015. En ik hoop dat 2016 minstens even goed zal worden. Ik had in 2015 een kleine pauze in de zomermaanden. Dat kwam door een bepaalde studie die ik gevolgd heb. Maar dit jaar ga ik regelmatig elke week filmen eigenlijk wat de voortgang is in mijn moestuin. Welkom op de eerste aflevering. Exact 13 dagen geleden heb ik deze witte kool, spitskool, gezaaid. En je ziet dat het kranige kleine plantjes zijn waar dat eigenlijk de kiemblaadjes al opstaan. En dat de tweede blaadjes, de twee echte blaadjes, ook al proberen om van tussen de kiemblaadjes te komen. Ik ga ze uitplanten, ik denk binnen een tweetal weken als ze nog wat groter zijn. En dan hou ik ze heel goed bij het licht, zodat ze optimaal kunnen groeien. Een kleine 2 weken geleden heb ik prei voorgezaaid. Die is beginnen kiemen na 8 dagen. En momenteel hebben we kleine sprietjes. Dus je ziet, ik heb ze in rijtjes geplant. Zo kun je het duidelijk zien. Maar ik heb de fout gemaakt dat mijn tray niet diep genoeg is. Dus één deze dagen ga ik deze nog verplanten in een diepere tray, zodat de wortels meer mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Het is nu 2 weken dat ik de reuze uien, Ailsa Craig, die wel 1 kilo kunnen gaan wegen, voorgezaaid heb. En nu pas, na 2 weken, zijn de eerste uien aan het kiemen. Je ziet dat de eerste kiemetjes uit de stekgrond priemen. En ik heb de zaaitray een klein beetje richting het licht geplaatst, zodanig dat ze nu alle zonnestralen krijgen die ze broodnodig hebben.